ziet hoe andere mensen kunnen leven. Ik zie zoveel arme mensen hier die vreugde uitstralen, die tevredenheid ook uitstralen. Nou, daar kunnen we in Nederland echt nog een voorbeeld aan nemen. Suriname. Suriname leeft. Waar dromen gewone Surinamers van en wat is hun persoonlijke ambitie? Een serie portretten met een inkijkje in de wereld van de gewone Surinamer. In het programma Suriname leeft. Suriname staat internationaal bekend als het land waar er in harmonie wordt samengeleefd. Vooral op feestdagen komt dat tot uiting. Samenleven in Suriname? Ik vind dat heel leuk dat alle culturen hier zo mooi samenleven. Alle bevolkingsgroepen. Ja, dat is echt mooi om te zien. België kan er nog wat van leren. Maar is het in het dagelijks leven ook echt zo? Wat merken mensen, los van feestdagen, van het samenleven? Een internationaal samengesteld tv-team gaat op verschillende momenten op onderzoek uit. Een impressie van reacties en verschillende momenten. De mensen, dat je hier natuurlijk in de Staten, Javanen en Creolen en Nederlanders en alles bij elkaar. Dat iedereen goed samenleeft. En het is hier best relaxed. Wat minder regels als in Nederland. Ja, weet je, ik merk nauwelijks diversiteit. Ik merk integratie, ik merk broederschap, vrede, respect. En dat is heel mooi. Dat is heel mooi om te beleven. Ja. Ik ben in Suriname omdat we met vakantie gingen. En ik 3 weken geleden 70 jaar geworden ben. En tegen mijn vrouw gezegd heb, zullen we een spectaculaire plek opzoeken om mijn 70ste verjaardag te vieren. En dat werd Suriname. Hoe multicultureel is Suriname eigenlijk? Het aantorsen je om je heen, hè. Heel erg. Ten opzichte van bijna alle andere Caribische landen zijn wij het meest multicultureel. Ja, ik moet zeggen, ik voel het, maar waar zit het hem dat precies in? Kun je beschrijven wat we hier zien? Je ziet dat het is eigenlijk een, wat men noemt, een Hindoestaanse feestdag. Maar iedereen viert het, er is geen onderscheid. We hebben een heleboel discussies onderling zo af en toe. Maar wanneer het op nationale feestdagen aankomt, of het nou een moslimfeestdag is of een Hindoestaanse feestdag, het wordt gezamenlijk gevierd. Samenleven in Suriname, wat is dat? Samen zijn en gelukkig zijn. Dat is belangrijk, toch? Oké, en kun je nog meer voorbeelden geven van hoe samenleven of die multiculturele samenleving in Suriname tot uiting komt? Wat voor andere manieren zie je? Wat voor manieren zie je? Dus, wij denken daar niet echt over na, omdat het gewoon onderdeel is van het dagelijks zijn. Maar wanneer je de vraag zo stelt, dan moet ik er toch wel even over nadenken wat ons anders maakt. Maar je ziet het gewoon bij alles. Er is geen onderscheid. Scholen zijn we gewoon allemaal één. Kijk, als ik het Nederlands nieuws volg, praat men over integratie, autochtoon, allochtoon. Wij maken dat onderscheid niet. Misschien wanneer het een beetje politiek is, dan hoor je wel dat. Over het algemeen is het een vraag waar we niet over nadenken. Ondanks de crisis is het goed. Ik woon hier al 4 jaar. En waar merkt u verder nog meer aan dat het hier echt samenleven is? Ah, kijk om je heen. Dan zie je toch de samenhorigheid die er is. Alle culturen zijn er. Daar gaat het om, toch? Ze houden rekening met alle verschillen, alle etniciteiten. En bij ons in België is dat totaal niet zo. En dat vind ik heel mooi om te zien. Nou ja, ik kom van Nederland, maar mijn beide ouders komen van hier. En hier zullen ze je nooit accepteren als een echte Surinamer. Maar in Nederland ook niet als een Nederlander. Dus dat eigenlijk een beetje. Is het echt een samenleving hier in Suriname? Ja, helemaal. Ik kom uit Nederland en ik kom onderzoeken of mensen hier in Suriname echt samen met elkaar leven. Nou, in Suriname leven mensen sowieso samen. Je ziet het, alle volken zijn één hier en je kan gewoon doen wat je wil. Het maakt echt niet uit, zolang het gewoon met respect is en het blijft gewoon leuk. Ja, een goede voorbeeld is hier te zien, Fagua-viering in het Palmentuin.
En hoe komt het los van het feesten met elkaar nog meer tot uiting? Dat jullie zo met elkaar samen... Ik kom uit Nederland, ik ben voor het eerst in Suriname. Hoe wordt dat nog meer gepresenteerd in het dagelijks leven? In principe ook, kan je ook zien aan de hand van een politieke partij. Daar zitten er ook verschillende bevolkingsgroepen. Dus, en een school bijvoorbeeld, al is het een RKBO-school. Je hebt wel alle rassen dat op zo'n school zit. Ik zelf heb gestudeerd op een Lulo-school, wat een Arische school. Maar ik had ook wel gewoon een Japan, een Creool, een Hindustan, een Chinees. Dus je ziet het aan de hand van... mijn werkvloer, aan de hand van scholing, aan de hand van politieke partij. Verschillende rassen komen bij elkaar en bundelen zich. Maar in het dagelijks leven, wat doe je nog meer, zeg maar, waardoor? Je weet toch dat waardoor je ziet van, hé, we leven echt met elkaar. Aan werken, na het werken gaan we een beetje feesten en zo. Ja, en Suriname is echt een gezellig land. Dus we kunnen ervan praten. Eenheid, ja, eenheid, plezier, weet je. Dat iedereen gewoon samen met elkaar kan. Leven en zo. Dus je hebt nooit het gevoel van, hé? Ja, Suriname is een leuk land. Ja, van alles is mogelijk. Jawel. En maar hoe zie je nog meer in het dagelijks leven, los van het feesten met elkaar, zeg maar, dat men hier echt met elkaar leeft? Dus bijvoorbeeld, is heel anders dan Nederland hier bijvoorbeeld, of België of whatever? Ja, is heel anders. Want iedereen, hier heeft iedereen gewoon een eenheid. Iedereen is normaal met elkaar. Jawel. Nou, ik kan iedereen adviseren om naar Suriname te gaan, zeker vanuit aan alle Nederlanders. Want het is een land waarmee we een verbinding hebben. Zowel aan onze kant als aan de andere kant staan we er open voor, dat merk je. Er is alle reden om hier naartoe te gaan als je een keertje naar een totaal ander land wil gaan. Want het is altijd goed om je ogen te openen en eens wat anders te beleven. Dan vanuit je eigen positie. Je ziet hoe andere mensen kunnen leven. Ik zie zoveel arme mensen hier die vreugde uitstralen, die tevredenheid ook uitstralen. Nou, daar kunnen we in Nederland echt nog een voorbeeld aan nemen. En natuurlijk, die fantastische natuur en die fantastische temperatuur. Maar ik ben een goed voorbeeld. Ik ben op elk feestje van, maakt niet uit van welke cultuur het is. Ik geniet ervan en het is leuk om te kijken in iemand anders keuken van hoe doen ze dat. En zo verrijk ik ook mijn kennis. Oké, dus eigenlijk in het zijn, in het samen leven, samen eten, samen feesten, dat is het? Ja, de nadruk wordt misschien te vaak gelegd op samen feesten. Maar alles wat we doen, we hebben ervoor gekozen om hier te zijn. En ik denk dat, je ziet het, we zijn gewoon één en... het volkslied zegt toevallig hoe wij ook hier samenkwamen. En het maakt niet meer uit. We kunnen wel misschien af en toe gekke dingen naar elkaar roepen. Maar het is niet vanuit het hart. En vanuit het hart zijn we gewoon Surinamers. Te volgen in Nederland op tv bij Brasa Media. In Suriname op de lokale televisie. En op onze Facebookpagina Suriname Overzee.